Ik zet hem af, want dan ben ik beter verstaanbaar. Welkom bij het gesprek met burgemeester Martijn Vroom. Leuk dat u kijkt naar de lokale Omroep Krimpen, gemeente krimpen Facebook, internet, kabelkrant, waar u ook maar kijkt. Burgemeester, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag ja, hallo. Ja, eh, normaal gesproken dan zijn er wel eens leukere aangelegenheden om elkaar te spreken. Maar die leukere aangelegenheden die zijn er niet echt op dit moment. Nee, nee, het voelt echt wel een beetje alsof we terug bij af zijn. Hè? Alles moet weer binnen blijven en uh, alle regels zijn weer zo streng als het was. Ja, heel vervelend. Ja, het, ook de besmettingscijfers in Krimpen zijn bizar hoog. Ja, dat uh, is inderdaad zo. Uh, ja, er zijn tegenwoordig al die openbare websites waar je de gegevens kunt nazoeken. En daar zien we ook met z'n allen weer op dat... Uh, nou, deze dagen echt bij de hoogste scores uh, zitten van de hele regio. En sterker nog, van heel Nederland uh, staat Krimpen er weer slecht op, Je ja. Er had een uh, plaatje op Facebook gezet uh, waarbij een ziekenhuisbed omhoog werd ja. gehouden. Ja, Waarom klart. kozen we voor dat plaatje? Ja, ik vond het echt wel een heel um, aansprekend plaatje. Uh, Dan zie je dat er iemand, uh, ja, een, een verpleegkundige, een verpleegster, die probeert met alle macht... een ziekenhuisbed boven water te houden, maar verzuipt ondertussen zelf... Uh, want dat is wel wat er nu aan de hand is. Doordat we elkaar en onszelf niet genoeg bij de les hebben gehouden, wordt de zorg weer overbelast. De enige die het virus kan verspreiden zijn we zelf. En je ziet nu dat die besmettingen weer zo hard oplopen. dat de mensen in de zorg, ja, die gaan er aan onderdoor. En dat verbeeldt dat plaatje. Uh, en wat je dan ziet, is dat mensen daar gelijk een aanleiding voor zien. om weer allemaal lelijke dingen te gaan roepen. en te doen alsof corona onzin is. Um, dus ja, soms moet je zo'n plaatje ook maar plaatsen zodat mensen hun, uh, hun ware aard laten zien. Dus waarom ook alweer deze strenge maatregelen? Ja. ja, dat is om het, uh, om het allemaal een beetje leefbaar te houden. Als de ziekenhuizen het niet meer aankunnen, gaan ze operaties uitstellen die minder urgent zijn. Waardoor mensen die dat nodig hebben weer minder kwaliteit van leven hebben. Dus er gaan heel veel dingen mis als wij ons niet aan de regels houden. Um, en ja, dat is de grote oproep blijft. Elke keer weer afstand houden, handen wassen, mondkapje dragen waar dat nodig is en uh, thuis blijven. En dat is nog steeds heel moeilijk, want uh, ook vandaag weer lange rijen op Schiphol om uh, ja. de uit te vliegen. Echt ongelooflijk. Ja, dat zijn ook mensen die zoeken op wat er mag. Ja, ja. ik heb het recht om te, hè. net zoals dat mensen zomaar dingen zeggen die je beter niet had kunnen zeggen, doen mensen ook dingen die je beter niet had kunnen doen. De hele discussie over de action en de Hema en de Vibra. Uh, ja, het is, het is ongelooflijk dat mensen niet snappen dat ze zelf verantwoordelijk moeten zijn om corona de wereld uit te helpen. Maar hoe moet het dan wel met de essentiële winkels? Ja, er is, uh, het is heel duidelijk. De uh, winkels waar twijfel over is, daar is vandaag ook weer een brief over gekomen van het kabinet, die gaan gewoon dicht. En winkels die nodig zijn voor het levensonderhoud uh, van mens en dier, zeg ik dan maar even, uh, of voor andere cruciale uh, zaken, die blijven open. Maar ook in die winkels, daar moet je niet met z'n allen heen. Wat we zien is dat een heel gezin van vijf, zes mensen die denkt: we gaan gezellig met z'n allen winkelen. Nou ja, ga alleen. En maak alles schoon wat je, wat je aanraakt. Blijf eraf als het niet nodig is. En doe alleen je boodschappen en ga weer naar huis. En dan hebben we de kans dat er nog binnen afzienbare tijd dingen weer wel gaan mogen. Al die kerstbomen, al die kerstgezelligheid, hoe moeten ja. we met elkaar nog kerst gaan vieren? Ja, nou ja op afstand. En uh, online en uh, digitaal. En ik vind het zelf heel mooi dat we zien dat uh, mensen initiatieven nemen om ook uh, vrolijkheid digitaal te brengen. He, er is een uh, initiatief nu, daar zal ik nog niet zoveel over vertellen, maar dat loopt over uh, uh, muziek. Dat zal worden uitgezonden. Een uh, aantal kerken heeft een leuke kerstfilm in gedachten. Er is een uh, koor wat een mooie voorstelling gaat laten zien uh, uh, volgende week. En euh, nou, dat is ook wel even weer iets om licht te brengen in het leven, zullen we maar zeggen. Maar ja, als het gaat om bezoek, met de kerstdagen maximaal drie mensen ontvangen van buiten je gezin. Maximaal drie op een hele dag, dus ook niet het ene uur drie en het volgende uur weer drie. En na kerst euh, gewoon weer terug naar euh, weinig. Weinig mensen zien, weinig mensen ontmoeten, helemaal zo min mogelijk mensen aanraken om corona gewoon buiten de deur te houden. Over die kerstfilm gesproken. Ik heb begrepen dat u daar zelfs ook een rol in mag spelen. Stel je voor dat dat nou eens waar is? <laughs> Niks erover vertellen, ja, nog? Ik, ik heb niet de, de vrijheid om nog te zeggen of dat waar is of niet dat ik in die film zit. Maar het was wel heel leuk om de opnames te doen. Oké. Okay. 24 december, in ieder geval. Ja. Gaat dat uh, verschijnen? Um, dus geen blokjes. Um, u zei net al iets over het, uh, over het winkelen. Uh, ja, Kerst, uh, boodschappen doen, drukte in de winkels, uh, rinkelende kassa's. Uh, ja. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Ja, dat is natuurlijk voor ondernemers. Uh, en zeker um, ondernemers rondom de Kerst, die hebben het ontzettend moeilijk. Uh, restaurants, horeca, maar zeker ook uh, win speciaal winkels, speciaal zaken, supermarkten. En um, ja, er, is een, uh, er zijn regelingen voor. Uh, de Rijksoverheid heeft ook best wel veel geld daarvoor beschikbaar gesteld om mensen te helpen, ondernemers te helpen. Als gemeente willen we daar heel graag ook bij helpen om die regelingen uh, te gebruiken. We hebben ook een aparte website voor, die kun je via de website van de gemeente vinden. Daar hebben we ook mensen voor uh, klaarstaan die daarbij willen helpen. Dus doe dat ook. Um, want ja, dat, het is ervoor, en wij hebben het nodig, dat uh, na corona al die winkels er gewoon nog weer zijn. Want dat maakt Krimpen ook leuk. Hè. Dus ondernemers zijn niet alleen voor zichzelf bezig, die maken ook een dorp... Tot een gemeenschap. Dus uh, wij willen heel graag ondernemers helpen om uh, dit allemaal te weerstaan. Wat zou we verder nog tegen de krimpenaren willen zeggen? Ja, nou, ik, uh, ik denk dat het belangrijk is dat we, uh, ook al zijn we het allemaal wel zat en uh, zijn we de hele tijd bezig met wat er niet kan, dat we ook goed moeten kijken naar wat we nog wel kunnen en wat we nog wel mogen. Hè. En uh, ik wil ook heel graag iedereen oproepen om met een klein of een groot gebaar, om gewoon wat licht te brengen in een in andermans leven. Kleine moeite, groot plezier. Het is al snel veel meer waard dan je zelf denkt als je iets voor een ander doet. Ik ben zelf heel blij dat vanaf binnenkort de dagen weer langer gaan worden. Dat we weer echt naar het licht gaan. Uiteindelijk is kerst het feest waarin we vieren dat het licht, ja, daar, daar kan je niet omheen. En dat komt tot je of je er nou voor kiest of niet. Corona houdt het licht niet buiten de deur. En laten we dat ook met z'n allen vormgeven door voor elkaar licht te zijn. En eh, als je daartoe genegen bent om die kerstengel voor het raam te hangen. En dan is er weer een mooi engelenpad, inderdaad, weer, waar kinderen los kunnen ja. gaan. In de vorige keer de coronaperiode hadden we de beren, de berenjacht, ja. zeg maar. Ja, frisse lucht en samen even een ommetje is ook belangrijk om je hoofd gezond te houden. Maar als we nou toch nog twijfelen, waar kunnen we dan toch nog bijvoorbeeld nog eens even nalezen wat wel kan of wat niet kan? Ja, op, de, op onze eigen website, crimpaandijssel.nl, hebben we alles op een rijtje gezet. We hebben ook alle mensen huis aan huis een poster gegeven. Hè? Die zat bij de klinker. Uh, tenzij mensen een nee nee sticker hebben maar iedereen heeft verder zo'n poster gekregen waar alles op staat en dat is gewoon actueel en daar staat ook een, uh, een QR-code zelfs die je kunt scannen dan word je helemaal uh, begeleid naar wat je weten wil uh, alle informatie is er en uh, uiteindelijk is het zo bij twijfel thuis blijven, handen wassen, afstand houden duidelijk precies of anders nog even kijken op uh, rijksoverheid.nl mag ik u een hele fijne kerst wensen ja, u ook hoe ga, wat, wat gaat u doen tijdens de kerstdagen? Uh, weinig. Is een onbeleefde vraag? Nee hoor, we, weinig. Mijn vrouw heeft heel veel kerkdiensten waar ze als dominee moet voorgaan. En uh, het, het thuisfront zal het fort bewaken en uh, de boel rustig houden. Hele fijne dagen en een goede jaarwisseling. Bedankt, van hetzelfde. U heeft gekeken naar het gesprek met burgemeester Martijn Vroom... naar aanleiding van de nieuwe maatregelen en de nieuwe lockdown. Dank u wel. Dank u wel.